Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je precies uitleggen hoe jij horoscopen kan gebruiken om jouw website of shop beter te laten converteren. Of beter gezegd, hoe je gebruik kan maken van dezelfde techniek die horoscopen gebruikt om de conversies te verhogen. En ik ga je dus precies uitleggen wat horoscopen dan precies doen, waarom dat zo krachtig is, praktijkvoorbeelden van hoe ze dat toepassen en ik ga je natuurlijk tips geven van hoe jij dat kan toepassen. En ik heb zelfs. Een compleet gratis downloadbare lijst met allerlei statements die je kan gebruiken om de teksten van jouw website of shop te verbeteren om meer te gaan verkopen. Dus die kan je downloaden van de site helemaal gratis om te zorgen dat je meer conversies gaat maken. En als allerlaatste in deze video ga ik je wat achtergrondinformatie geven over de techniek die ik nu uitleg. Dat doe ik aan het eind. Dat zal niet iedereen leuk vinden. Maar de benaming van deze techniek en hoe dat is ontstaan is best wel tof. Dus dat bewaar ik even voor het einde van de video. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Wat kan je nou precies leren van zo'n horoscoop? Nou, dan heb ik het natuurlijk niet over de inhoud, want dat is klinkklare onzin. Daar kom ik nog wel op. Maar het gaat erom dat het horoscoop gebruik maakt van een bepaalde techniek in de manier waarop ze dingen vertellen. Kijk, iedereen weet wel wat een horoscoop is. Tenminste, daar ga ik even vanuit. Je hebt een geboortedatum en daaraan hangt een sterrenbeeld. En aan dat sterrenbeeld kunnen ze dan ja, bepaalde dingen toewijzen. Ik weet niet precies hoe het werkt. En daarmee kunnen ze je advies geven over. Uh, elke dag, over een week, over een maand, over een jaar. volgens mij zelfs over een decennium. Op basis van dus je geboortedag en de sterrenstand en de manen zo. Ik weet het niet precies. Ik, ik ben niet zo'n fan van astrologie. Maar daar heeft het een beetje mee te maken. Nou, dat dat klinkklare onzin is, dat mogen duidelijk zijn. Dat is al heel vaak wetenschappelijk bewezen. En ik ga het in deze video ook weer uitleggen hoe je je eigen horoscoop kan maken als je wil. Maar ondanks dat zijn er toch heel veel mensen die ermee bezig zijn en die erin geloven. Dus er moet toch wel iets achter zitten wat dat toch een soort aantrekkelijk maakt. Nou, en dat klopt dus ook. Als ik bijvoorbeeld even mijn horoscoop van de dag erbij pak, dan staat er: iemand doet je een leuk voorstel en daar kun je maar beter op ingaan. Zo, so, nou, die heb ik in de pocket. Nou, waarom mensen dus in zulke statements eigenlijk geloven, dat komt door het Barnum-effect. En dat wordt ook wel het voor-effect genoemd. En ik kom er nog op terug waarom dat meerdere namen heeft. Dus wat is het Barnum-effect, of wat is het, het voor-effect of de uitleg of de definitie? Ik pak hem even erbij hoor, want de definitie is wat lang. Het Barnum-effect is de neiging van mensen om vage en algemene uitspraken te interpreteren als een specifieke en accurate omschrijving van zichzelf of anderen, zonder daarbij te beseffen dat deze uitspraak voor bijna iedereen opgaat. Ofwel, je hebt een uitspraak. Die is heel algemeen en heel vaag. En hoewel het wel klopt dat die uitspraak betrekking heeft op jou, komt dat omdat die uitspraak eigenlijk betrekking heeft op zo'n beetje alles en iedereen. En degene die hem leest, die denkt dus dat het een specifieke uitspraak is voor hem of haar. En dat is dus het Barnum-effect of het Vore-effect. En dat is echt. Prachtig, dat is echt magisch. Wie dat ooit verzonnen heeft of, of voor elkaar heeft gekregen, uh, is wat mij betreft echt geniaal. Want het betekent door iets heel algemeens en vaags te zeggen, dat je eigenlijk een soort iedereen kan aanspreken. Nou, dit effect heet dus het Barnum effect. Het heet ook het Forer effect. Je kan het ook het Barnum Forer effect noemen. En een specifieke uitspraak die, die binnen dat effect valt, noem je een Barnum statement. En aan het einde van de video zal ik dus zeggen waarom dat zoveel verschillende namen heeft. Maar een Barnum Statement is waar de meeste mensen het over hebben als ze een uitspraak erbij pakken en zeggen, dit is er zo een, hè? dit is een Barnum Statement. Nou, waarom is dit effect dan zo krachtig? Ja, de, dit effect is heel bijzonder, want in feite als je dus het juiste vage generieke statement maakt, uh, meestal is dat statement ook positief dan lezen of zien mensen dat en dan interpreteren ze dat naar zichzelf en dan denken ze weet je, wow ik word hier echt aangesproken dit wat hier staat is mij echt op het lijf geschreven en niet alleen dat ze denken dus ook dat het niet opgaat voor andere mensen dus je voelt je niet alleen heel erg begrepen je voelt je ook heel erg bijzonder want dit geldt alleen voor mij voor alleen voor degene die het leest dus, degene die dat geschreven heeft, die moet mij als persoon en mijn problemen en mijn persoonlijkheid en hoe ik in elkaar steek, moet hij wel goed begrijpen. Anders had hij nooit zo tegen mij kunnen praten. Nou, en dat gevoel, dat gevoel van connectie, dat gevoel van begrip is natuurlijk cruciaal als je iemand wil laten converteren, als je iemand zijn portemonnee wil laten trekken. Dat maakt het Barnum-effect zo gigantisch krachtig, omdat je eigenlijk massaal kan doen alsof je het persoonlijk tegen iemand hebt. Ik zal even drie voorbeelden geven van Barnum statements. Eén is, je hebt veel potentie wat je nog niet hebt gebruikt. Tweede is, je hebt de neiging om kritisch op jezelf te zijn. En drie is, je hebt een grote behoefte om aardig te worden gevonden door andere mensen. Die statements zijn waarschijnlijk waar omdat ze gelden voor iedereen. Voor 90% plus van de bevolking. Maar dit kan voelen alsof ik het nu echt heel specifiek over jou heb en jouw persoonlijkheid en um, jouw wezen. En zeker als je daar nog uh, van alles omheen doet. Dus als je een soort mystieke setting creëert. Of als je daar uh, van alles aan vooraf doet of achteraf doet. En daar kom ik nog op terug. Dus. Door dit te verpakken in een soort showtje of in nog meer marketing iets... ...kan het voelen als heel erg persoonlijk, wat dus gewoon absoluut niet zo is. Maar hoe pas je dit nou effectief toe en wat zijn goede voorbeelden ervan? Nou, dat ga ik laten zien. Het belangrijkste om te weten is dat je dit toepast... ...om dus de connectie met je lezer of met je kijker te bevestigen. Dus dit gebruik je om relevant te worden voor degene die zit te lezen... ...door hem of haar te laten zien, ik weet wie je bent... Ik uh, heb in jouw schoenen gestaan. Ik weet precies hoe je voelt. Ik weet de problemen waar je mee zit. Ik weet wat jij nodig hebt. Ik begrijp jou. En als je hier verder leest. of als je dit product koopt. dan voel je je beter. of dan help je iemand ermee. of nou ja, ligt eraan wat je verkoopt. Maar het gaat er dus om dat je iemand heel duidelijk kan laten zien. dat je diegene begrijpt. en dat je snapt wat diegene nodig hebt. en dat je daarom zo goed advies kan geven. Dus het is heel sterk in die relatie maken, in die relevantie opbouwen met degene die kijkt of leest. En dat betekent dat je dit vooral inzet op pagina's waar je op verkoopt. Dus dat kunnen productpagina's zijn, dat kunnen landingspagina's zijn, dat kan aan het begin van de salescyclus zijn, als je mensen nog, nog binnen moet halen. En sommige mensen gebruiken het ook eigenlijk door hun hele sales funnel heen. Om te zorgen dat ze die connectie met mensen blijven houden. En dat ze blijven bewijzen dat ze in feite weten wie je bent en waar je mee zit. En uh, dat dit op, op dit moment voor jou uh, geldig of valide is. Nou, op de specifieke pagina zelf, ja, het kan een beetje verschillen. Maar meestal gebruik je dit Barnum-effect of de Barnum-statements al heel vroeg. Want meestal moet je snel relevantie opbouwen met iemand voordat hij zijn interesse verliest. Dus. Bijna altijd is dit aan de bovenkant, de, de eerste paar paragrafen van de pagina, dat je deze statements wil plaatsen. Dat is een heel praktisch voorbeeld. Hè? Als je cursussen verkoopt, en het maakt dus niet uit wat voor cursus, dan zie je heel vaak dat ze de zin gebruiken um, die ik eigenlijk net al voordee van als je weet dat er nog veel potentie in zit, maar het komt er niet uit, schrijf je dan in voor onze cursus, want dan gaan we je helpen. Of dan komt het er wel uit. Of dan bereik je je potentieel. Bij, bij de verkoop van cursussen hebben ze het heel vaak over dat potentieel wat er wel in zit, maar nog niet eruit komt. Omdat dat dus voor iedereen geldt. Doorgaans, als je iets wil verkopen, dan is het vooral slim om de positieve statements te maken waar iedereen zich herkent. En heel vaak ook bij cursussen, maar dat kan ook op ander soort pagina's zijn. Dan heb je op een gegeven moment een stukje en dan gaan ze identificeren voor wie dit product bedoeld is. En daar komen heel vaak Barnum-statements in voor. Dus dan staat er iets in de zin van. Dit product is vooral bedoeld voor, of dit product is vooral geschikt voor. En dan komen er een paar barnum statements, dus hele algemene vage beschrijvingen. Dus dan heb je weer uh, de persoon die weet dat er veel potentieel in hem zit, maar het lukt hem niet om het eruit te halen. Een persoon die heel slecht tegen onrecht kan. Een persoon die graag het beste uit zichzelf wil halen. Het wordt op die manier veel gebruikt om je doelgroep aan te spreken, waardoor degene die het leest, het gevoel heeft van hey, ik val binnen de doelgroep. Want ja, bijna iedereen valt binnen de doelgroep. Maar je hebt ondertussen dus wel een connectie ingebouwd. Dus bij doelgroepselectie zie je heel vaak Barnum statements voorbij komen. Maar je kan het ook inzetten op een net iets andere manier. En daarmee verhoog je eigenlijk ook meteen je autoriteit. Door bijvoorbeeld te zeggen: um, We weten dat dit product het beste werkt. of het meeste effect heeft voor mensen die uh, goed kritisch zijn op zichzelf. Maar iedereen is kritisch op zichzelf, dus daarmee heb je dus iedereen. Maar niet alleen uh, maak je daarmee een connectie. Daarmee uh, help je eigenlijk jezelf ook omhoog. Door je als autoriteit neer te zetten. Door uh, in feite te vertellen. van ja, we hebben dit jaren getest, we hebben dit jaren geprobeerd. En het werkt niet voor iedereen. Maar voor die groep werkt het heel erg goed. Dus niet alleen maak je daarmee een band. Je zet jezelf ook weer een stapje hoger op de autoritaire ladder. En dat werkt nog beter. Als een bepaalde autoriteit het ook daadwerkelijk zegt. Dus een expert op het vakgebied of een bekende Nederlander bijvoorbeeld. Wat ook een mooie manier van toepassen is van het Barnum-effect. Is eigenlijk door het om te draaien. Dus door uh, qua positiviteit en te zeggen: van, van voor deze mensen is, is dit product of dienst is geschikt. En dan doe je van die algemene vage statements. En dan zet je daarna. Voor deze mensen is het zeker niet geschikt. En daar maak je dan dus niet algemene vaag... maar juist hele duidelijke, hele specifieke beschrijvingen van mensen... Ja, wat dus eigenlijk op niemand van toepassing is. Dus bijvoorbeeld um, als je heel snel heel rijk wil worden. Dat heb je vaak van die mensen die cursussen verkopen... die zeggen dan nee, nee, je moet er wel hard voor werken. Um, en dan uh, terwijl ze ondertussen doen alsof het een uh, get-rich-quick-scheme uh, is... dan zetten ze nou dit is niet voor iemand die in een maand heel veel geld wil verdienen. Of... Dit is niet voor uh, een moeder die 1,80 meter is en twee kinderen heeft. Of dit is niet bedoeld voor mensen die geen verstand hebben van iets. Terwijl je heel duidelijk naar een volwassen doelgroep uh, zit te praten. Dus je kan het omdraaien door eigenlijk iedereen uit te sluiten. Maar dat dan heel specifiek en heel concreet te doen. Zodat eigenlijk niemand binnen die doelgroep valt die je uitsluit. Maar dat versterkt wel weer het gevoel van degene die het zit te lezen. Van hey. Alles wat ik hier lees met wat wel geschikt is, dat ben ik ook. En alles wat ik lees wat, wa waarvoor het niet geschikt is, daar herken ik me helemaal niet in. Dus wow, weet je, deze cursus of dit product is echt perfect voor mij. En daarmee ook, als je Barnum statements wil gebruiken, wees vooral niet te bang om dingen toe te voegen als um, dit is eigenlijk exclusief voor. Of dit is niet voor iedereen bedoeld, maar alleen als je. En dan maak je die Barnum-statements. Dus dat geeft een heel erg gevoel van exclusiviteit, terwijl dat dus eigenlijk niet is. Wat wel een hele belangrijke tip is, wat je nooit moet doen, en dat is absoluut te gebruiken, zoals ik net deed. Dus je gebruikt nooit in statements het woord nooit of het woord altijd. En je moet altijd een beetje vaag houden. Dus je gebruikt woorden als soms, doorgaans, meestal of hebt de neiging om. Weet je, je moet wel een beetje vaag geven, zodat mensen het wel goed kunnen interpreteren en er een eigen invulling aan kunnen geven. Want als je in absolute gaat praten, dan is dat weer een stuk lastiger. Dus hou het vooral een beetje vaag. Nou, nogmaals, op onze website hebben we dus een complete lijst gemaakt. met allemaal Barnum statements die je zo kan kopiëren, plakken en op je website of, of op je shop kan gebruiken om te verkopen. Uh, dus of het nou gaat om een product, of om een landingspagina, of om een sales training, of om een funnel. Je kan ze overal in gebruiken waar je connectie wil maken met je lezer. Um, en als je niet wil kopiëren uh, plakken, wat kan, dan kan je ze ook gebruiken om inspiratie op te doen en daar misschien je eigen statements van te maken. Dus uh, download die lijst vooral, het is gratis, je kan hem zo, uh, zo er vandaan downloaden um, en dat helpt je hopelijk heel erg om ja eigenlijk snel je copywriting te verbeteren. Dus dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt om het toe te passen. Maar dan heb ik nog de achtergrondinfo en dat is best wel interessant van uh, hoe die benaming tot stand is gekomen of hoe ze eigenlijk dit effect een soort uh, bedacht hebben of, of gevonden hebben. En uh, ja, dat is best wel apart, best wel grappig gegaan. Dus de reden dat het het vorige effect heeft, dat is eigenlijk de wetenschappelijke term. En de reden daarvoor is dat dat is de achternaam van de uh, wetenschapper die dit heeft uh, uitgevonden of heeft bedacht of heeft gecoind, ge zeg maar. Dus dat was een Amerikaanse psycholoog, Bertram Forer, die een persoonlijkheidsanalyse ging doen bij zijn studenten. Dus uh, ja, hij kende die studenten natuurlijk al, al heel goed. Uh, en hij is dus voor elke student is die een persoonlijkheidsanalyse op gaan stellen. En die heeft hij ze op een bepaald moment gegeven tijdens de les met de vraag... Uh, kunnen jullie kijken hoe accuraat het is op een schaal van 0 tot 5? Nou, en dat had hij goed gedaan, want gemiddeld genomen kwam uh, de, de analyse terug met een score van 4.2. Dus 4.2 uit 5 dat die klopt, hè, dat, dat er waarheid zit in wat hij schrijft. Maar het enige probleem was, hij had helemaal geen analyse gedaan. Hij is gewoon naar de lokale kiosk gelopen. Uh, daar heeft hij uh, allemaal bladen gekocht waar een horoscoop in stond. En hij is allemaal statements uit horoscopen overgenomen. Die heeft hij gewoon tot 1. Zeg maar statement van een persoonlijkheid gemaakt en hij heeft iedereen exact dezelfde persoonsbeschrijving gegeven. Om hiermee niet alleen aan te tonen dat iedereen bepaalde dingen uh, met elkaar gemeen hebben en dezelfde gevoelens en dezelfde dingen hebben, maar dus ook dat horoscopen er gebruik van maken. En die test is heel vaak herhaald nog en elke keer komt er hetzelfde uit. Uh, Darren Brown bijvoorbeeld heeft dit ook prachtig uitgelicht. Dus ik zal daar even een stukje van laten horen. Maar hij heeft uh, drie groepen van vijf studenten op verschillende uh, continenten... heeft hij uitgenodigd en heeft hij van tevoren... heeft hij natuurlijk een heel show van gemaakt van nou... ik wil graag een persoonlijk item van je hebben... want dan kan ik voelen wie je bent en bla 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 bla. En vervolgens geeft hij al die vijftien mensen... geeft hij exact dezelfde persoonsbeschrijving... en wederom gemiddeld genomen een hele hoge uh, betrouwbaarheidsscore. Dus ik zal er even een stukje van laten zien en horen... en ja, dit is, uh, dit is wel genieten. Hallo, we finished. So, if you can each take your envelope, if you can remember your numbers, you're going to go away and read this now. I don't want you being able to read each other's though. It's very important you kind of only focus on your own one. Really try and spread yourselves out around the room so you're not able to see each other's. And then we're going to ask you individually what you make of it. So, um, go do that. See you in a minute. Thank you. It's kind of astounding. I've always believed in something like it. This just kind of confirms it, but it also shocks me because I didn't think it would work so well. It's true, like, all this stuff is true. I don't get stuff done because I don't like the idea of mediocrity, and that's so true. Let's <laughs> that right here. <laughs> what the heck? It's so weird. It was shockingly accurate. I would give it the reading a 95% accuracy rating. An 85%? Like 40%? 85%? 90%? 99%. Definitely. They're all exactly the same. Please don't feel stupid. This is a skill. It's something called cold reading. It's a technique used by people who claim to be psychic, people who claim to talk to the dead. It's as old as the hills. And we've given these to people in America and we've given them to people in England. And it's 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 always the same. Oké, okay, dus dat is de wetenschappelijke term, hè? Bertram Forer die heeft dit gewoon bedacht of uitgevonden of gecoind, Dus daarom heet het Forer-effect. Maar waarom heet het dan het Barnum-effect? Nou, dat komt omdat je meneer P.T. Barnum hebt. En die ken je misschien ook wel als The Greatest Showman. En daar is ook redelijk recent een film van gekomen, half een half jaar geleden geloof ik. Mij, uh, met Hugh Jackman in de hoofdrol over P.T. Barnum. En die P.T. Barnum, die was niet gek hoor. Uh, die, die had heel veel uh, rariteiten, die had heel veel uh, uh, verschillende dingen. En had onder andere een heel groot circus met van alles en nog wat. En hij is daarin bekend geworden omdat hij dus deed alsof hij gedachten kon lezen. Alsof hij jouw persoonlijkheid kon lezen. En dat kon hij helemaal niet. En dat zei hij ook gewoon dat hij dat helemaal niet kon. Maar wat hij dus deed, is continu dus van die Barnum-statements eruit gooien. En daar is hij dus echt zo mega beroemd om geworden. En je moet je voorstellen, dit is in 1900, hè? dus dat is echt al een tijdje geleden dat hij dit heeft bedacht en heeft verzonnen. Um, uh, leuk om te weten ook, hij gebruikte dit ook heel erg om mooie vrouwen te versieren, want daar werkt het blijkbaar ook voor. Um, maar daarom heet het dus ook het Barnum-effect, omdat hij zo bekend is geworden als showman dat hij deed alsof hij gedachten kon lezen en hij gooide gewoon generieke statements eruit die mensen dan eigen maken, dat het dus ook het Barnum-effect heeft. Dus dat is waarom precies dezelfde techniek of neiging van mensen eigenlijk twee verschillende namen heeft en een combinatie daarvan en waarom je dit Barnum Statements uh, noemt. En nu je dit weet, zal het je op gaan vallen dat in heel veel takken van sport van die Barnum Statements gebruikt worden. Dus zeker als je in het spirituele zit, daar wordt heel veel gebruik gemaakt van het Barnum. Niet alleen bij horoscopen, maar in zijn algemeenheid. Gebruiken heel veel mensen die een connectie met je willen opbouwen, heel veel goeroes, heel veel zulke mensen gebruiken van die algemene statements om een band met jou op te bouwen. Bij deze, aan de ene kant trap je er niet meer in, want je weet nu hoe het zit. En aan de andere kant kan je dit dus zelf gaan gebruiken om een connectie, om een band op te bouwen met degene die naar je leest of die naar jou kijkt. En ervoor te zorgen dat je dat kan gebruiken om je conversies te verhogen. Heel simpel. Ik zou zeggen: zet hem op. Download vooral even die lijst van de site. Die is gratis, bespaart je een hoop werk. Dus dat zou ik vooral doen. En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest, want daar heb ik nog veel meer van zulke toffe psychologische uh, verhalen en ta tactieken voor je. En ik ga het natuurlijk hebben over SEO, YouTube en voice.